is natuurlijk wel een mooi moment. Ik ben van Nederland, Nederlands elftal uitgekomen, dus dat blijft een mooi moment. Het is wel jammer dat ik geblesseerd af ben gegaan, maar ja, het is gebeurd. Ik wil er ook niet meer echt achterom naar gaan kijken. Javaira, hoe bevallen jouw eerste maanden bij Feyenoord? Ja, wel goed. De jongens leren kennen, de ploeg leren kennen, de trainer, de staf. En ja, het bevalt me hier. Ik ben goed opgevangen. En ja, het gaat goed. Je bent al op hele jonge leeftijd naar het buitenland ook gegaan. Hoe is het om sowieso ook weer terug in Nederland te zijn na zo'n lange tijd? Ja, het voelt goed. Mijn familie die hier is, dus die zie ik regelmatig. Oude vrienden die ik tegenkom. Maar ook nieuwe stadions waar ik speel. Nieuw niveau, dus alles is nieuw voor mij. Maar ja, ik geniet er wel van. Je hebt het al over je familie, maar je bent ook echt een familieman. Hè? Is het dan lastig om in het buitenland juist ook zonder hen te zijn? Ja, natuurlijk. Mijn ouders gingen mee naar het buitenland. De laatste paar jaren woonde ik op mezelf, maar in het begin, toen ik nog heel jong was, gingen mijn ouders wel mee. Maar gewoon mijn oma, mijn neven, mijn ooms, die miste ik wel. En dan is het nu al fijn om gewoon dicht bij hem weer te zijn en wanneer ik vrij ben om hem weer eens te zien. Gerald Vanenburg en Geraldo Becker zijn neven van jou, hè? Gaat het dan thuis ook echt alleen maar over voetbal? Ja, eigenlijk wel. Soms proberen we het niet over voetbal te hebben, maar dan... Lukt dat? Eigenlijk niet. Het gaat meteen weer over voetbal. Dus ja, thuis gaat het meestal, ik denk mijn hele leven gaat over voetbal. Wat ook wel mooi is, is ook dat ja, zij zijn wel je grootste supporters, hè, de familie. Maar ze zijn ook de meest eerlijke, denk ik, naar je. Want als het ook niet goed is, dan... Ja, de feedback is heel direct, laat ik het zo maar zeggen. Ja, zeker, zeker. Dat is ook, dat denk ik ook wel het beste. Is niet, zijn niet allemaal ja-knikkers. Van, je hebt weer, ook al speel ik slecht, dat ze zeggen dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld. Ze zijn eerlijk en dat brengt me denk ik ook het vers. Want als ze eerlijk zijn, dan weet je ook waar je staat. En dat brengt je, dat ontwikkelt je ook, denk ik. Hoe gaat het dan na een wedstrijd? Is het dan als het klaar is dat je gelijk al onderweg aangesproken wordt door familie of bellen ze? Ja, we hebben een groepsapp. Dus bij elke wedstrijd gebeuren er dingen. Dus dan lees ik terug wat ze vinden, wat ze ervan vonden. En na de wedstrijd dan zeggen ze wat ze ervan vonden. En dan soms is het goed, soms is het slecht. En ja, daar kijk je op terug en daar probeer je beter van te worden. Wat zijn de dingen waarvan je zelf nu zegt, hè, in deze korte periode dat je hier bent? Nou, daar moet ik nog wel echt aan werken voor mezelf. Ik denk misschien dwingender zijn. Team meer proberen te leiden als het wat minder gaat. Ik denk, ja, ik ben 24, maar ik kan nog verder ontwikkelen en kan nog beter worden. Dus daar moet ik aan werken. Je zegt het ook, hè, het is ook wennen aan de stadions om hier weer te spelen. Want ja, het is voor jou sowieso... Voor het eerst dat je in Nederland speelt na al die jaren in het buitenland. Ja. Waar moet je het meest aan wennen dan? Ja, soms kan een stadion hier in Nederland groot zijn, maar soms kan het ook gewoon heel klein. En daar zitten de supporters, ook als het klein zitten de supporters er heel kort op. En doen ze alles aan zodat hun team achter het team staat. En dat voel je ook wel. En dat vind ik wel het mooie van de Eredivisie. Je werkt samen met Arne Slot, hè, die natuurlijk jouw trainer is. Hij krijgt heel veel positieve reacties van buitenaf. Hoe is het om met hem samen te werken? Ja, hele goede trainer. Hij legt de tactische dingen legt heel goed uit. Maar ook als speler probeert hij gewoon elke speler individueel beter te maken. En dat vind ik wel goed. Ja, kun je eens een voorbeeld geven hoe hij dat dan doet om jou individueel beter te maken als speler? Ik heb gesprekken met hem. Ik heb net gesprek met hem gehad. Maar we hebben gewoon gesprekken door de week, door de maanden heen. Over wat er goed gaat, maar ook over wat er beter kan en wat hij verwacht van de speler. En ja, zo triggert hij ook van zijn spelers. Ja, je zegt dat zelf, ik moet meer dwingend zijn om de ploeg ook bij de hand te kunnen nemen. Wat geeft hij dan aan wat hij graag bij jou zou zien? Hetzelfde. Hetzelfde, gewoon dwingender zijn. Als het slecht gaat, dat ik ga opstaan en dat ik het team probeer op sleeptouw te nemen. En ja, dat vind ik ook wel, dat ik dat beter kan doen. Ja. Is dat lastig ook voor iemand van 24? Ja, de leeftijd, ik denk, het ploeg is een hele jonge ploeg. Ik denk, ik ben een van de ouderen. Dus ja, dat hoor je wel. Dat hoor je wat te verwachten. Ik heb lang in het buitenland gespeeld, dus het is niet iets geks om dat van me te vragen. Wat merk je sowieso tot nu toe aan deze groep bij Feyenoord? Ja, hele jonge ploeg, heel veel potentie.
Ja, natuurlijk veel nieuwe jongens. Bijna de hele ploeg is nieuw, dus we moeten wel een beetje op elkaar ingespeeld raken. Maar ik denk dat we dat nu gewoon al goed doen. We zijn goed onderweg. We hebben sowieso nog stappen te gaan. Maar ja, daar hebben we de tijd om nog wel voor, denk ik. Ja, waar merk je die potentie aan als je met deze gasten speelt? Ik denk gewoon de eerste blok van het seizoen, dat we gewoon heel mooi voetbal hebben gespeeld. Goede wedstrijden hebben laten zien. Zoals ik zei, natuurlijk zijn er stappen die we moeten maken. En ja, daar zijn de trainingen voor. Daar leren we elkaar beter kennen. En die stappen moeten ook gezet worden. Ja, welke stappen zou je het liefst willen zien met deze groep bij Feyenoord op dit moment? Wat vind je dat er echt beter moet? Ik denk wedstrijden meer op slot zetten. Ik denk slimmer zijn in sommige momenten. Want zoals je zag tegen PSV, dat we soms de bal toch wel, dat we toch gewoon willen voetballen terwijl het moment er daar niet voor is. Dat we gewoon beter een lange bal kunnen geven en PSV daar onder druk zetten. En ja, ik denk dat we daar nog wel stappen kunnen maken. Wat was jouw gevoel na de wedstrijd uit bij Lazio? Wat dacht jij op dat moment? Ik was heel moe, moet ik zeggen. We hebben veel gelopen. Lazio had ons van het kastje naar de muur gespeeld, dus mentaal was dat ook een tik. En na die wedstrijd daar wil je zo snel mogelijk de volgende wedstrijd spelen om te laten zien dat je wel gewoon goed kan spelen. En ja, ik had gewoon volle focus na die wedstrijd om de volgende wedstrijd zo goed mogelijk te spelen. Wat gebeurde er dan ook in die korte periode na die wedstrijd uit bij Lazio? In aanloop naar de wedstrijd tegen Sparta en vlak daarna natuurlijk tegen Sturm Graz. Wat gebeurde er dan dat het ineens zo kan kantelen? Ik denk gewoon, ja, het gevoel wat ik had, dat iedereen dat had. Dat we zo snel mogelijk iedereen in Nederland en gewoon iedereen die voetbal kijkt, weer te laten zien hoe goed we zelf zijn en hoe goed Feyenoord kan zijn. En ik denk dat die verlies tegen Lazio in Lazio wel belangrijk daarvoor was. Ja, misschien ook wel juist als motor, als stimulans om juist te laten zien van, ja, dit is niet hoe wij normaal spelen. Ja, en de trainer zei ook dat hoort eigenlijk niet. De verlies hoort niet die motor te zijn. Dus daar moeten we wel van leren. Dat we gewoon, ook al winnen we misschien 2-3 wedstrijden achter elkaar, dat we nog steeds diezelfde drive hebben als die verlies na Lazio. Je bent het seizoen begonnen als buitenspeler. De laatste 3 wedstrijden speel je meer als 10. Hoe bevalt je dat? Ja, goed. Ik heb in mijn jeugd heb ik altijd als 10 gespeeld. Vorig seizoen heb ik ook veel als 10 gespeeld. Dus het is niet iets nieuws voor mij. Maar de media denken wel dat het iets nieuws is. Maar van mijzelf is het niet iets nieuws. Ik voel me fijn daar. En het is nog aan de trainer waar hij mij het liefst wil zetten. En dat speel ik gewoon. Ja, als jij zelf de keuze zou mogen hebben, waar ligt dan jouw keuze daarin? Dat ga ik niet zeggen. Waar de trainer je nodig hebt. Ja, de trainer. Ja. Welke doelen, welke ambities heb je voor jezelf nu je hier bij Feyenoord bent gekomen? Ja, gewoon zelf weer laten zien in Nederland. Zoveel mogelijk bij goals en assist betrokken zijn. En mezelf ook gewoon doorontwikkelen. En zoals ik zei, die verbeterpunten die ik heb, dat ik me daar ook beter ga maken. En dat we gewoon een mooi jaar van maken. We zitten nu in de periode van de interlands. Heel veel spelers zijn er nu bij Feyenoord uitgevlogen naar de nationale selecties. Ja. Als het over het Nederlands elftal gaat, dan komen de mensen uiteindelijk altijd weer bij jou terug. Bij die ene interland in 2018. Ja. Ben je er wel eens gek van? Nee, het is gelopen hoe het is gelopen. Ik ben blij dat ik interland heb mogen spelen. Hoe kijk je daar sowieso op terug, op die interland? Die net iets meer dan 20 minuten maar mocht duren. Ja, het is natuurlijk wel een mooi moment. Ik ben van Nederlands elftal uitgekomen, dus dat blijft een mooi moment. Het is wel jammer dat ik geblesseerd af ben gegaan, maar ja, het is gebeurd. Ik wil er ook niet meer echt achterom naar gaan kijken. Ik wil naar de toekomst kijken en wie weet kom ik daar wel weer. Daarom is het nu zaak van mij om nu zo goed mogelijk bij Feyenoord te presenteren. En dan wie weet gebeurt het dan wel weer in de toekomst. Maar in mijn hoofd is nu gewoon om zo goed mogelijk bij Feyenoord te doen. Ja, het is toch wel echt in de ambitie dat uiteindelijk op lange termijn nog wel iets is waarvan je denkt, ik wil mezelf daar wel weer voor in de kijker spelen. Ja, ik denk elke speler die ooit in aanmerking is bij Nederlands elftal is gekomen, dat altijd de ambitie gaat blijven. Want je weet dat je het kan. Maar het is nu gewoon aan mij om het te laten zien en om alles eruit te halen. Zodat ik goed bij Feyenoord presteer en
wie weet weer bij het Nederlands elftal in aanmerking komen. Ja. Volg je het dan nu wel op de voeten als je er ook bij hebt gezeten bij het Nederlands elftal, dat je het dan ook extra volgt? Dat niet per se. Natuurlijk kijk ik de wedstrijden wel. Maar ik ga niet echt alles volgen, maar de wedstrijden kijk ik wel gewoon sowieso. Wel contact met de bondscoach bijvoorbeeld ook dan in zo'n periode ook? Of is dat helemaal niet op de... Met Louis van Gaal heb ik niet echt contact gehad. Met Ronald Koeman wel wat meer. Maar met Van Gaal niet echt. Jullie trainen nu met een hele uitgedunde selectie, hè? Met wat jeugdspelers er ook bij. Hoe is dat voor jou nu, op dit moment? Ja, voor mij is het gewoon normaal. Het is natuurlijk wel moeilijk. Veel jongens zijn er niet. Bijna de hele kleedkamer is leeg. En je weet dat je pas over 2 weken een competitiewedstrijd weer hebt staan. Maar voor mij is het gewoon fit worden, elke training fit worden, beter worden. En gewoon weer klaarmaken voor de volgende wedstrijd. Geeft zo'n periode ook misschien wel het moment om op andere dingen voor jezelf te trainen? Misschien meer krachttraining te doen, noem maar wat. Ja. Vandaag heb ik wat meer verdedigende, na de training heb ik wat verdedigende dingen gedaan. Dus zo'n interlandperiode, dat geeft je wat tijd om meer dingen te oefenen die je tijdens de competitie niet zou doen. Ja, heeft dat ook dat verdedigen te maken met de wedstrijd van afgelopen zondag? Nee, niet per se. De assistent Sipke wilde gewoon dat ik wat meer ballen op de helft van de tegenstander verover. Dus daar werken we aan. En, het was niet echt per se na de wedstrijd van PSV dat we daarop zouden trainen. Voor de wedstrijd hadden we het er al over. Dus. Voor je sowieso van die wedstrijd van zondag? Ja, het was een moeilijke wedstrijd, maar de wedstrijd kon beide kanten op gaan. PSV die door een late corner de 4-3 maakte. Zoals ik zei, het was evenwichtig. Fijn, PSV die misschien een beetje de overhand had, maar wij konden ook gewoon een punt meenemen. Misschien wel 3 uit Eindhoven als we het slimmer hadden aangepakt. Maar nu is het gewoon aan ons om verder om naar de volgende wedstrijd te kijken. Naar de tweede blok van het seizoen, naar de interlandperiode en daar zoveel mogelijk punten uithalen. Was je Feyenoord eindigen aan dit einde van dit seizoen? Ja, het is moeilijk te zeggen. We hebben pas 7 of 8 wedstrijden gespeeld, dus dat is moeilijk te zeggen. Natuurlijk willen we meedoen met de bovenste 3 plekken. En wie weet waar we eindigen. Natuurlijk willen we ook meedoen in Europa en willen we de groepfase uitkomen. En, wie weet, we zijn natuurlijk ambitieus, maar ik wil hier geen rare dingen gaan roepen.